Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe Tabata Workout. Leuk dat je erbij bent. 4 minuten werk. Voordat je begint, een aantal dingen. Zet je favoriete workout muziek op. Beetje opwarmen. 4 minuten werk. 8 rondes van 20 seconden werk en 10 seconden rust. Lunge steps en push-ups. Oké, we starten eerst weer met een kleine uitleg over de 2 bewegingen. Een couplet noemen we een workout met 2 bewegingen. We beginnen met de lunge. Je start in gestrekte houding en daarna maak je een stap naar voren, waarbij de benen 90 graden gebogen zijn. Je mag met de knie de grond raken, hou het bovenlichaam recht. De lijn van de achterste knie tot mijn schouder is recht. Het is een rechte houding. Dus probeer zo min mogelijk voorover te buigen. Hier overdrijf ik het natuurlijk heel erg. Maar probeer zoveel mogelijk rechtop te blijven zitten. Probeer niet de handen op de knieën te leggen. Als dat niet anders gaat, dan doe je dat uiteraard. Maar liever niet. Push-ups. Buikspieren aanspannen. Naar beneden en omhoog. Eigenlijk buig ik simpelweg mijn armen en strek ik ze uit. That's it. Ik hou spanning op mijn lichaam. Kan dat niet, dan doe ik het op de knieën. De lijn van mijn knieën tot mijn schouders nogmaals blijft recht. Daar gaan we. Go. 20 seconden werk. Tel de herhalingen, dus elke stap is 1 herhaling. Oké, hou je bovenlichaam onder controle. En zorg dat de heupen ten alle tijden recht vooruit blijven staan, zodat je jezelf niet indraait als je een stap naar voren zet. Rust. Heb je herhalingen geteld? Oké, nou dan gaan we verder met push-up opdrukken. Spanning op het lichaam. Daar gaan we. En je telt verder waar je was gebleven. Uitblazen als je je omhoog drukt. Of je nu op de knieën doet of op de tenen. Het blijft allemaal hetzelfde. Spanning op de buikspieren, de armen buigen en strekken. That's it. Tot zo. Rust. Oké, in die rusttijd probeer ook een beetje adem te halen. En klaar te maken voor de volgende 20 seconden werk. Daar gaan we. En doortellen. Goed zo. Goed bezig. Inderdaad, hou het lichaam recht. En maak goed die stap naar voren. Bovenbeen van het achterste been zit ook een rek in. Een soort stretch. Weer rust. 10 seconden rust. Gebruik die rust om goed adem te halen. Dan gaan we verder met het volgende rondje. Opdrukken. En dan gaan we. Doortellen. Hè? Dus je blijft je herhalingen tellen. Goed zo. Netjes. Kom op. Hè? Goed zo. Hou spanning op je buikspieren. En rust. Dan gaan we weer terug naar de lunges. Lunge step noemen we het. Dus echt een stap. Hè? Een voorwaartse stap. Daar gaan we. Goed zo. Je hebt de achterwaartse lunge step. Je hebt jumping lunges waarbij ze springt. En dit zijn gewoon stappen. Dus een stap naar voren en dan weer terugkomen in gestrekte positie. En dan weer de volgende stap. Netjes. Het is belangrijk dat je tijdens die lunge steps goed de controle houdt. Zodat je niet in die stap valt. En het lichaam alle kanten op gaat. En rust. Ja. En dan gaan we. We gaan weer door met opdrukken. Spanning op de buikspieren en daar gaan we. En doortellen waar je was gebleven. Het tellen is heel belangrijk. Zodat je ook goed bezig bent met met de beweging. En dat je dadelijk een cijfer hebt waar je deze effectiviteit van deze workout mee kunt kwantificeren als het ware. Rust. En daar gaan we door naar de lunges. Gebruik die rust goed. Nogmaals. Om bij te komen en daar gaan we. Intervallen, Tabata is een intervaltraining, high intensity. Maar die intensiteit bepaal jij zelf. Hè. Ik ga vrij hard, maar goed, ik ben dan ook best aardig getraind om het zo maar te zeggen. Oké. Maar ook voor mij wordt die zwaar. Voor iedereen wordt die zwaar. Want het is op je eigen intensiteit, je eigen werkcapaciteit waar je hem op uitvoert. En rust. Oké, we zijn er bijna. Dan een keer opdrukken en dan zijn we klaar. Daar gaan we. 3, 2, 1 en go. Daar gaan we. Laatste rondje jongens. 20 seconden werk en daarna zijn we klaar. Kom op.
pers er nog een paar uit. Zorg wel dat het lichaam recht blijft, de spanning blijft op de buikspieren. Uitblazen als je wegduwt en inhaleren als je naar beneden komt. Desnoods één voor één. En tijd. Goed gewerkt jongens. Ik had 121 reps. Hoeveel had jij er? Zet ze desnoods in de reactie hier beneden. Tot de volgende.